Yo mensen, mijn naam is Jan, ook wel Raski genoemd en vandaag heb ik weer een nieuwe Modern Warfare 3 gameplay voor jullie. Ik kan wat raar klinken, maar ik heb koppijn van hier tot Tokio, dus ik maak in ieder geval dit commentary wel gewoon, want ik wil gewoon video's blijven uploaden, ook al voel ik me niet zo heel tof. Maar in ieder geval, even snel wat over de gameplay. Het is een van de dikste foul mobs die ik ooit heb gehaald op het spel. Je zal het zo meteen aan het einde van het game zien. Ik haal de mob wel. Het is een super slome mob. Volgens mij duurt het 5 minuten van de eerste tot de laatste kill, dus het is niet echt spectaculair. Het is puur even voor op de achtergrond en volgens mij word ik ook een beetje campy aan het midden van de gameplay. Maar ja, als je hem niet wil zien, dan klik je gewoon even weg. Ik zal verder nog even wat informatie geven over het wapen en alles. Ik speel hier met de MP7 met silencer en rapid fire erop. En mijn perks die zijn gewoon standaard als normaal. Scavenger Assassin en Stalker Pro. En mijn specialist perks die kan je op het beeldscherm zien, maar ik zal ze ook nog even snel zeggen. Silent Event, Blast Shield en Quick Draw is dat volgens mij die derde perk als ik het goed kan zien. Ja, het is het pistool, dus het is Quick Draw. Derde specialist perks, Quick Draw. Maar in ieder geval, ik wil vandaag even twee dingen met jullie behandelen. Als eerste wil ik jullie even zeggen dat ik super blij ben met jullie support. Want ik vroeg om een MOAB montage, vroeg ik om 150 likes. Ik dacht, dat gaan we nooit redden. Ik heb nog nooit 150 likes gehaald. Laat staan dat ik het nu opeens wel haal. Dus daar ben ik echt super blij mee. Want ik had er gewoon 190 likes op dit moment op die video. En dat is niet meer normaal. Dus ik ga sowieso voor jullie nog een MOAB montage maken. Ik ga er nu gewoon aan beginnen. Vanaf vandaag ga ik weer allemaal MOABs opnemen en al achter elkaar proppen. Dus die komt er over, denk ik, 2 weken of zo wel weer aan. Vorige mobmontage was binnen 6 dagen. Maar ik speel de laatste tijd niet meer superveel Modern Warfare 3. Ik ben meer met wat andere dingen bezig. Waar ik het zo meteen ook met jullie even over wil hebben. Maar in ieder geval, dus echt bedankt voor jullie support. Ook op de laatste video die per ongeluk gisteravond al online was gekomen. Dat is een foutje van mij. Maar ja, ik dacht, ik laat hem lekker online staan. Ik ga hem niet weer weghalen en morgenochtend pas online zetten. Maar daar heb ik ook gewoon op dit moment volgens mij 110 like-ups volgens mij. En dat is echt niet meer normaal, jongens. 100 likes op gewoon een video waar ik een live commentary haal. En nog faal met mijn MOAB ook, want ik ging dood op een 23 killstreak. Dus ja, daar ben ik echt super blij mee met jullie. Dat jullie gewoon 100 duimpjes omhoog kunnen geven op die video. Misschien kunnen we dat wel bij elke video halen. Maar het maakt me verder ook niet heel veel uit hoeveel duimpjes omhoog ik haal op een filmpje. Maar het tweede onderwerp is mijn computer. Want ik had natuurlijk 2 dagen terug had ik een commentary geüpload van ja, mijn computer is kapot. Ik kan die rode commander niet meer doen. Alleen, heel veel mensen die snapten dat commentary niet. Ze snapten nou niet echt wat er nou mis was met mijn computer. Dus dat zal ik in dit commentary nog even uitleggen aan jullie. Helemaal uitgebreid uitleggen. Niet super snel van dit, dat, dit. Even wat uitgebreider dat jullie het snappen. En dat ik niet meer elke keer de vraag krijg van waarom kan je dit nou wel uploaden, waarom dit nou niet. Want mijn computer is gewoon kapot. Hij doet gewoon niet meer goed. Het renderen van mijn video's. Deze video zal waarschijnlijk een uurtje duren met renderen. Dat is natuurlijk echt gewoon super lang. En als ik render, dan kan ik ook gewoon verder niks meer doen op mijn computer. Ik kan niet meer op Google. Ik kan niet meer een filmpje bekijken of iets dergelijks. Ik kan helemaal niks meer. Ik kan alleen nog op Skype praten met mensen, met subscribers, met vrienden van me. Dus ja, dat is sowieso al super irritant. Het duurt super lang, dus dat is ook super irritant. En ik kan verder ook niet lange commentaries maken. Want als ik niet live opneem, kan ik ongeveer 12,5 minuut praten totdat mijn computer het niet meer bijhoudt. En als ik wel live opneem, dan kan ik maximaal 10 minuten opnemen totdat mijn stem gaat achterlopen, totdat de gameplay gaat lekken, totdat dat gebeurt. Dus daarom kon ik niet meer de rode commander maken. Ik had het opgenomen, het werkte niet, het geluid liep achter na een tijdje. Ik moest alles opnieuw gaan editen. Ik was echt gewoon dagen bezig geweest als ik dat goed moest gaan editen. Dus daar had ik in ieder geval geen zin in. En daarom kon die rode commander ook niet doorgaan voor jullie. Het spijt me in ieder geval, maar ik ben nu in overleg met mijn ouders om een nieuwe computer te kopen. Deze computer die is gewoon verrot. Hij werkt niet meer goed, hij doet het niet meer chill. Hij is gewoon oud. Hij heeft me volgens mij al 5 jaar lang. Dus ik ben in overleg om een nieuwe computer te kopen. Dat wordt echt gewoon een super goede computer. 16 gig RAM geheugen, goede harde schijf, dat, dit, dat. Wordt super duur, maar ja, ik ga gewoon even overleggen met mijn ouders. Ook met wat andere mensen. Om het zo goedkoop mogelijk aan te schaffen. En misschien dat mijn ouders wat kunnen voorschieten. Maar ja, dat komt in ieder geval nog allemaal. Ik probeer er voor jullie zo snel mogelijk aan te schaffen. Ik probeer voor jullie zo snel mogelijk mijn nieuwe computer voor elkaar te krijgen. Zodat ik ook kan gaan livestreamen. Want op dit moment kan ik ook niet livestreamen. En dat vind ik echt leuk om te doen. Ik vind het leuk om te livestreamen. Ik vind het leuk om live op te nemen. Maar ja, met deze computer gaat het jammer genoeg niet lukken. Dus mocht ik mijn nieuwe computer hebben, dan kunnen jullie andere games verwachten. Jullie kunnen lange live commentaries verwachten. Jullie kunnen livestreams verwachten. Misschien wel 3 per week of zo. Echt superveel livestreams. Dat vind ik leuk om te doen. Dus ja, ik zou zeggen, wacht even totdat ik mijn nieuwe computer heb. Ik blijf nu gewoon 1 video per dag uploaden. Waarschijnlijk commentaires zoals deze. Misschien een onderwerpje erbij. Misschien een mooie MOAB. Alleen de gameplay zit er alweer op. Je ziet hier dat ik faamde mijn MOAB. Ik roep hem in en het game is afgelopen. Dus ik kreeg geen punten voor. Ik kreeg helemaal niks meer ervoor. Maar in ieder geval, geef deze video een duimpje omhoog. Als je hem leuk vond, wacht totdat ik mijn nieuwe computer heb. Ik probeer hem zo snel mogelijk voor jullie aan te schaffen. En in ieder geval, ik zeg tot morgen gasten. Later.